Van SC Veendam gaan we naar de SC Groningen, want die ploeg hervat morgenavond in Tilburg de competitie. De meeste spelers hebben met een interlandweek een relatief rustig weekje achter de rug. Maar dat geldt niet voor iedereen bij SC Groningen. Elwin Baas, er is de afgelopen 2 weken genoeg gebeurd bij de club. Ja, absoluut. Hè. We hebben zelf naar buiten gebracht vorige week dat er toch wel een vervelende situatie is omtrent technisch manager Henk Veldmaten. Daaropvolgend is er een technisch platform ingesteld. Jurie Koolhof, scout, wordt in 1 keer hoofdscout binnen FC Groningen. Dus kortom, wat een voetballoze 14 dagen zou moeten zijn, is er natuurlijk wel heel veel gebeurd binnen de club. En dan komt 1 april ook dichterbij. En dat is toch een datum waarop formeel de aflopende contracten opgezegd moeten worden? Ja, maar als je dat niet doet, dan worden deze contracten stilzwijgend verlengd. Ja. En dat is natuurlijk niet al te plezierig voor een club. Het zijn er 6 overigens. Sparf, Kwakman, Femi, Johansson, Keurntjes en Pedro. Nou, deze 6 hebben allemaal een brief gekregen en een gesprek gehad inmiddels. Waarin verteld wordt dat de contracten dus formeel worden opgezegd. Ja, is dat verrassend? Nee, denk ik niet. Hè? Want Maaskant, de trainer, gaf zelf ook al aan als een van zijn redenen waarom hij niet verder wil bij Groningen. Ja, perspectief is niet echt rooskleurig in de toekomst. Veel langdurige, dure contracten. Neem daarmee de sportieve prestaties in ogenschouw. Hè, met teruglopende toeschouwersaantallen, minder sponsorinkomsten. En ook nog eens een keer de televisiegelden die afnemen. Ja. Dan is het eigenlijk niet verrassend. Dus, en dat zei aanvoerder Kees Kwakman zelf ook. Maar verrassend was het niet. Ik heb heel lang niks gehoord van de club. Eigenlijk tot en met afgelopen dinsdag was voor het eerst contact. En dan weet je, dan kan je zelf al wel een beetje de conclusie maken. Of in ieder geval dat ze het niet snel met een oplossing zouden komen. En met een besluit. Dus voor mij was al wel vrij snel duidelijk dat ik verder kon gaan kijken. Ja, conclusie. Kwakman en Co. kunnen definitief uitkijken naar een andere club? Ja, misschien iets te voorbarig hoor. Want als er een nieuwe trainer komt, die kan dan nog zeggen van ik wil graag 1 van de 6 of 2 van de 6. Kunnen we nog onderhandelen? Dan ben je natuurlijk als club nog wel vrij om ze nog een contract aan te bieden. Ja. Maar daar ga ik persoonlijk niet van uit. Ook gezien dus de situatie waarin Groningen nu verkeert. Het moet anticiperen op de huidige omstandigheden. Ja, dan verwacht ik niet dat 1 van deze 6 nog terugkeert volgend jaar. Jij noemt het zelf even, de nieuwe trainer. Is er nieuws? Nog geen witte rook. Nee. Ja, de club heeft wel aangegeven van binnenkort naar buiten te willen trainen met een nieuwe naam. Ja. De logische 3 worden nog altijd genoemd, hè, in de Euroborg en eromheen. Ja. Assistent-trainer Erwin van der Looy, daar wordt over gesproken. En de andere 2 zijn Ernst Faber en Erwin Koeman. Die laatste 2 zitten in de stal, hè, zo wordt het dan genoemd, van zaakwaarnemer Kees Poesma senior. Die heb ik bijna dagelijks aan de telefoon en die ontkent dat er überhaupt nog contact is geweest tussen hem of een van deze mannen en FC Groningen. Maar, maar daar zijn zaakwaarnemers goed in, hè? Dat wou ik net zeggen. Ik durfde mijn hand niet voor in het vuur te steken, hoor, of deze man de waarheid spreekt. Nog even naar morgenavond. Ja. Willem II, best wel verrassend, is dat Kostic niet meegaat. Volgens Maaskant heeft hij getraind als een drol. Ja, opvallend, hè? Ja, de afgelopen wedstrijd heeft hij natuurlijk best wel aardig ingevallen. Zat weer bij de wedstrijdselectie. Maaskant gaf ook toe van hij is best op de goede weg. Deze week heeft hij dus echt getraind als een drol volgens Maaskant. Ja. En dan houdt hij hem gewoon erbuiten. Net als Femi overigens, die ook niet meegaat. Maar dat heeft te maken met een lichte blessure. En Sefuik, die is er ook niet bij. Die is er ook niet bij, ook geblesseerd. Ja. Kortom, toch wel wat andere wijzigingen dan wat we tegen Twente hebben gezien. We gaan het meemaken morgenavond. Willem II, FC Groningen. Dankjewel, Elwin Baas.